De spanning was vandaag om te snijden bij OBS De Peddingen. Daar presenteerden 12 kinderen de posters die zij hebben gemaakt in samenwerking met ontwerpbureau Rocket Industries. De posters zijn bedoeld om het kindpakket te promoten. De kinderen kunnen aanspraak maken op bijvoorbeeld een fiets of bijvoorbeeld een laptop als ze naar de middelbare school gaan. En het gaat om de kinderen en om het ook goed onder de aandacht te brengen hebben we bedacht dat de kinderen dan ook een belangrijke rol kunnen hebben in hoe het te promoten. De leraren zijn onder de indruk van de posters. Ja, ze hebben er echt wel een heel mooi ontwerp van gemaakt. Ontwerppunt. Ze zijn zelfs naar de studio ook toe geweest. Dus het heeft voor hun ook wel heel veel gebracht. Dus ze komen toch ook wel daardoor weer met beroepen in aanraking. Dus we zijn eigenlijk heel trots op ze. De kinderen maakten het ontwerp met een doel. Ik heb deze poster gemaakt voor het kinderpakket voor kinderen die in Groningen wonen en die niet zoveel geld hebben. Dat ze een fiets kunnen regelen bij een soort garageachtig iets. En dan kunnen ze tweedehands fiets en dan kunnen ze gewoon weer op de fiets naar school bijvoorbeeld. Om bijvoorbeeld naar de bioscoop te gaan of zomaar gaan winkelen met dierenspullen. En ja, daarvoor hebben we deze posters ook gemaakt. Voor de leerlingen was het een hele ervaring. Super leuk en het was echt heel goed hoe ze dat ook echt bedacht hadden. En het was ook heel leuk om echt met die personen Erik en Margreet te werken. De posters zijn niet alleen voor de sier. We doen er ook nog een wedstrijd mee. Dan doen we wie het mooiste poster had gemaakt, die komt heel groot ingelast in een bushok. Ja, dat gaat er eigenlijk nu gebeuren met de posters.